Ik heb niks te vertellen. Maar ik ga het toch doen. Jongens, ik ben aan het communiceren. Ik kan niet slapen. Ik verveel me dood. Welkom in de koepel, jongens en meiden. Jullie mogen 2 items mee naar binnen nemen. Er mag alleen een boek mee naar binnen en een persoonlijk item. De telefoon gaat niet mee. Mijn naam is Pepijn, ik ben 18 jaar. Ik kom uit Zutphen. Mijn hobby's zijn gitaar spelen, muziek luisteren. Ik ga meedoen aan de koepel van de vrijheid en ik heb er heel veel zin in. Jullie gaan zometeen naar je kamer, je cel eigenlijk. In de cel ligt ook een camera. Nou, alles wat je kwijt wil, kan je kwijt in die camera. Om het gelijk echt te maken, mogen jullie meteen op cel. Hallo, welkom bij mijn eerste vlog, joh. Ik zit nu in de cel. Hier is de wc. Een bed. Allemaal, weet ik niet wat dit is, joh. Ik zit nu denk ik 5 minuten hier in die cel. En ik merk nu al dat ik het heel naar vind dat ik niet naar buiten kan kijken. Ik bedoel, ik vind het toch vreemd. Wat voor nut heeft dat? Ik zou het echt heel prettig vinden als ik gewoon naar buiten hoef te kijken. Voel je wat minder opgesloten, begrijp je? Ja, ik ben erachter gekomen. Ik kan toch naar buiten kijken. Dus dat ga ik even stiekem laten zien. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Misschien moet hij wel dicht zijn, maar ik ga het gewoon aan niemand zeggen. Dus, veel meer dan dat is het ook niet, hoor. Dus dat is ongeveer de vrijheid die ik nu heb. Tenminste, zo voelde. Maar ja, ik verveel me dood. Het zou kunnen dat ik hier nu 10 minuten zit of zo, of 40 minuten. Ik heb geen idee. Wacht, misschien kan ik de camera. Zou daar tijd op staan? Nee. Oké, dus ik probeerde net het licht uit te doen. Kijk, verlichting. Maar dat kan niet. Ik was natuurlijk een beetje aan het rondkijken. En ik heb iets gevonden. Ik weet niet. Misschien is het wel toevallig of zo. Ik weet niet. Het is wel leuk met het thema. Kijk, we gaan hier... Auw. Oh, kut. Oké, even kijken hoor. Een gedicht. Ik weet niet of ik het goed op camera kan krijgen. Vrijheid. Als vrijheid een woord is, is het dan gelogen. Als vrijheid te koop is, kost het dan een vermogen. Als vrijheid een weg is, zijn we dan halverwege. Als vrijheid een cadeau was, zou jij het dan geven? Als vrijheid een mens is hij dan nog in leven? Of is vrijheid een plaats zonder zorgen om thuis te komen? We hebben net een remwedstrijd gedaan, dus dat was vet leuk. Tuurlijk hebben we gewonnen. Oh ja, en we hebben een box met eten gekregen. Ik kan wel even een soort unboxing doen. Dit is een middelmatig komkommertje. Ja, wat doe je eraan? Ik word er een beetje iebelig van. Kijk, ik ben nog niet helemaal mijn sanity verloren. Maar ik word er een beetje iebelig van. Ik vind het niet heel prettig. Ja, ik heb wel weer zin dat ik weer naar buiten mag. Dat ik weer eruit mag, laat maar zeggen. Niet uit de gevangenis per se, maar gewoon uit mijn cel. Ik heb mijn verhaal gedaan. Wat ik ook altijd eng vind is... Kijk, ik ging nu als eerste natuurlijk. En ik weet niet wat zij allemaal hebben meegemaakt, maar dan ben ik bang dat mijn verhaal niks betekent of zo. Weet je wel? Dat mijn verhaal eigenlijk gewoon waardeloos is. Ik voelde vreemd, maar... Ja, ik heb het wel gedaan. Ze hebben mij dus ook... controle gegeven over mijn etensbox. Het enige probleem is, ik weet niet hoe laat het is. Dus het zou kunnen dat we zo gaan avondeten en dat ik dan net 4 bananen en 8 boterham heb gegeten of zo. En dan hoef ik zo meteen helemaal niet meer. En dan kom ik daar weer terug in mijn cel en dan heb ik ongelooflijk veel honger. Maar dan heb ik alles al opgegeten. Dit was weer de mededeling van dit kwartier. Tot de volgende.
Oh, we gingen ook even voetballen net in de gymzaal van de gevangenis. Ik heb wel gewonnen, maar ik was helemaal kapot. Alles deed pijn. En weet je, ik begin me ook al wel een beetje thuis te voelen hier op mijn kamertje. Je bent tot een realisatie gekomen. Ik heb dus Seneca mee, als boek. Dat is best wel, het is niet alsof je het even lekker wegleest of zo. En ik merk nu best wel dat ik daar behoefte aan heb. Dat ik mezelf gewoon even helemaal kan verliezen in een boek en dat dan de tijd opeens over is. Ik heb nu ook geen idee hoe lang ik al in deze cel zit. Ik bedoel, misschien had ik gewoon een leuk verhaal mee moeten nemen. Zodat ik gewoon lekker kon lezen en dat ik het dan nog volgde en zo. Want als ik zo'n brief lees van Seneca, dan moet ik me echt 3 keer lezen voordat ik de essentie ervan snap. Dus dat is gewoon vermoeiend en ik wil nu gewoon iets lichts eigenlijk, begrijp je? Ik ben dus heel erg geneigd om alles op te eten wat ik heb. Maar ik weet niet of dit alleen voor vandaag is, of dat het ook nog voor morgen is en overmorgen. Voor mij is het tijd om te gaan slapen zo. Ik ga maar eens mijn tandjes poetsen, even kijken of ik toch nog een grote behoefte kan doen op deze wc, want dat durfde ik overdag niet, omdat ik dan bang was dat ze binnen zouden komen. Dus dan ga ik dan maar even lekker doen en dan ga ik nu slapen. Wat rusten. Goedemorgen. Ik ben net wakker. Word wakker gemaakt van... Ik heb op zich oké geslapen. Als je in rekening neemt dat ik in de gevangenis slaap. Het is tijd voor dag 2. Echt zin in. Bijna al mijn snacks zijn op. Dus dat is heel erg naar. Ik heb nog 2 KitKats over. Misschien kan ik vragen of ik meer mag. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik hoop dat ik gewoon nog meer Lions mag. Want dat zijn absoluut mijn favoriete dingen. Dat zijn van die barretjes. Ach, zo. Zo lekker. Ik kan even gitaar spelen. Ik moet nu geloof ik serieus maar 20 minuten of zo in mijn cel zitten, maar ik verveel me helemaal dood. Ik ben te moe om te lezen. Ik ben te moe om gitaar te spelen. Uitputtend wat we aan het doen zijn. Echt waar. Nog heel eventjes en dan ben ik klaar. Mag ik weer naar huis. Daar heb ik zin in. Het is mij nog steeds niet gelukt om een grote behoefte of nummer 2, wat jullie willen, te doen op mijn gevangenis-wc. Ik moet echt heel nodig, maar het lukt gewoon niet. Ik vind deze wc verschrikkelijk. Het is het ergste deel van mijn kamer. Ik heb niks te vertellen, maar ik ga het toch doen. Ik ben eigenlijk al wel gewend, ik voel me een beetje thuis hier. Weet je, het is ook al meteen een rotzooi, net zoals in mijn eigen kamer. Jongens, ik ben aan het communiceren. Hoor jullie dat? Ja, dat is leuk. Het voelt gewoon... Volgens mij is dat Iris, met wie ik nu aan het communiceren ben. Eigenlijk hadden we gewoon een soort geheimtaal moeten bedenken of zo. Het is avond en ik ga nog even een broodje eten, want ik heb niks beters te doen. Ik ga nu een broodsmeervlog opnemen. Ik heb hier, dit is... Kut! Oké, ik ben mijn bestek vergeten. Mijn bestek ligt nog in de koepel van toen we net gingen avondeten. Nou, ik heb wel geluk dat ik gitaar speel, anders was ik echt volledig verloren geweest nu natuurlijk. Het is tijd om te gaan slapen.
Oh, ik ben echt heel erg moe. Ik ben helemaal gesloopt. Dus een prima nachtje, denk ik. Ik kan niet slapen. Dus ik denk dat ik jullie maar eens een van mijn vele talenten moet laten zien. Nou, daar gaat hij dan. Tada! Ik kan even lezen of zo, maar daar heb ik ook geen zin in. Stilte zegt soms meer dan woorden, denk ik. Maar het moet wel een betekenisvolle stilte zijn. Als het gewoon normale stilte is, dan heb jij helemaal niks aan. Goedemorgen. Nou, ik heb een beetje onrustig geslapen. Ik heb per ongeluk ingezoomd. En ik heb geen idee hoe dit ding werkt, dus dit is het. Ik moet zeggen dat de tijd wel makkelijker wordt. Ik bedoel, ik zit hier nu gewoon en ik denk van, ah, gewoon even op cel zitten. Ik ga zometeen misschien een broodje eten of zo, een glaasje appelsap. Ja, ik begrijp natuurlijk dat als je echt in de gevangenis zit, kun je niet zomaar een glaasje appelsap nemen. Volgens mij mogen gevangenen wel een boek hebben, maar geen gitaar. Dat is belachelijk eigenlijk. Ik zou volledig verloren zijn nu, denk ik, als ik niet mijn gitaar had. Dan had ik alleen maar... was ik door een volledige existentiële crisis gegaan, weet je wel. Dan had ik alleen maar mijn lame-ass stoïcijnse filosofie om over na te denken. En dat had mijn hoofd helemaal niet aangekund. Kijk, nu kan ik soms gewoon even op mijn bed zitten of op mijn stoel zitten. Pak mijn gitaar erbij, doe ik gewoon hartstikke domme dingen die niemand ooit hoeft te horen. Want ik zit hier in mijn cel en dat is het. Gevangenen hebben trouwens ook geen vlogkamer, wat echt jammer is. Want nu voel ik nog een beetje alsof ik een maatje heb, weet je wel, waar ik een beetje tegenaan kan lullen. Heel prettig ook dat hij niet terugpraat, want dan zou hij de hele tijd zeggen, hé, Pepijn, hou je bek, weet je wel. Ik heb voor de rest wederom niet heel veel zinnigs te zeggen. Alleen dat ik mijn tijd hier waardeer. En ik zal het ook onthouden. Dit is wel een ervaring die ik ga onthouden, zeg maar. Ik ben moe. Ik ben heel moe. Het was een prachtige ervaring. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Dat ik hier heb mogen zijn. En ik vond het top. Ik ben heel blij. En dankbaar. Ook. Ik ga nu dit ding al uittrekken. Ik ga normale kleren aantrekken. Ik ga inpakken en dan is het gewoon tijd om naar huis te gaan. En dan ga ik mijn hond knuffelen. Ik ben weer thuis. Ik ben helemaal gesloopt. Ik heb het ongelooflijk naar mijn zin gehad. Ik ben heel erg dankbaar dat ik aan dit prachtige project mocht meedoen. Ik ben ook blij dat ik weer thuis ben. Want mijn bed is toch wel fijn. De douche ga ik zo meteen heel erg goed gebruik van maken. En ik mis de mond heel erg natuurlijk. Maar ik heb er een hele fijne ervaring bij. Allemaal mensen leren kennen. En ik ben echt heel erg dankbaar dat ik heb meegedaan. Nu ik thuis ben, ga ik zo meteen even lekker een biertje drinken. En daarna misschien nog even wat pingelen of zo. En dan ga ik maar slapen. Maar in elk geval bedankt voor het kijken. Doeg, doeg.